Mijn functie als verpleegkundig centralist is dat ik de eerste schakel ben die je aan de lijn krijgt als je 112 belt. Ik bepaal naar aanleiding van het triagesysteem welke hulp het beste is voor jou op dat moment. En daarmee start de hulpverlening op in de acute zorgketen. Als verpleegkundig centralist is het heel goed om te kunnen klinisch redeneren. Ook moet je sociaal vaardig zijn en je moet opgewassen zijn tegen de communicatieve zelfredzaamheid van de burgers. Dat is niet altijd even leuk hoe zij tegen ons praten, maar ook dat is een onderdeel van ons werk waar je goed mee kunt omgaan. Stressbestendig is belangrijk. Je moet rustig blijven om de mensen enigszins te kalmeren en om een gesprek te kunnen aangaan als mensen in paniek zijn. Het leuke van dit beroep vind ik dat je nooit weet wat je aan de andere kant van de lijn hebt. De ene keer is het heftig en de andere keer is het ook nog gezellig, want dat kan ook nog. Je kan een leuke band opbouwen in die korte tijd dat je de patiënt aan de lijn hebt. Je kan echt iets voor iemand betekenen wat je voldoening geeft. Eerst kom je bij Driebergen uit en die vraagt wat je nodig hebt aan hulpdiensten. Nou, als je dan ambulance zegt, dan word je doorgeschakeld naar de regio waar je vandaan belt. In dit geval Amsterdam. En dan kom je bij mij uit. Dan neem ik de telefoon op en door middel van vragen te stellen bepaal ik welke hulp op dat moment het beste is. Mijn werkdag start meestal 's ochtends vroeg. Ik kom binnen, ik los mijn collega af, ik heb mijn spullen dan al gepakt en dan start ik mijn systemen op. En dan ben ik eigenlijk klaar voor de werkdag en dan wacht ik tot de telefoon gaat. In die tussentijd kletsen we wat met elkaar of ik check mijn mail, dat soort dingen. Ik werk met verschillende digitale systemen. Dat heb ik nodig om een goede triage te kunnen doen. Verder werk ik vaak als aannamecentralist. En we hebben ook nog een uitgiftecentralist. En die zorgt dat de ambulance op pad gaat. En de aannamecentralist bepaalt of er een ambulance nodig is. Verder hebben we nog een bedienplek 1. En die is het aanspreekpunt voor de politie en brandweer. Zoals je hoort zijn er hier best wel veel geluiden. In het begin word je daar een beetje dol van, maar daar wen je. Jaarlijks krijgen we zo'n 220.000 telefoontjes binnen op de meldkamer. Gemiddeld betekent dat per dag dat ik ongeveer 40-50 telefoontjes opneem, maar dat is wel erg afhankelijk hoe de dag is. Daarbij is het niet alleen dat de burgers bellen, maar ook de ziekenhuizen, verloskundigen en huisartsen kunnen ons bellen voor een ambulance. Dus dat zit er ook bij. Op de meldkamer zijn we net één grote familie. Wij zitten 8 uur lang toch in een wat kleine ruimte met elkaar. En daarbij letten we ook heel erg goed op elkaar. Als iemand een moeilijk gesprek heeft gehad, hebben we altijd oren voor elkaar om elkaar daar doorheen te helpen als daar behoefte aan is. Ook hebben we het heel gezellig met elkaar. Dat is ook belangrijk in ons werk.